mensen, we zijn uiteindelijk toch chill bezig hier op het appartement. We gaan nu ook nog naar Enzo Knol kijken, want wij moeten een klein beetje bijbenen. En ene Enzo Knol filmpje duurt een uur. Ja, maar we moeten met twee Enzo Knols kijken. Dat is die van een uur en die van vandaag. Dat ook een half uur is. Dus we moeten een uur en een half bijbenen. En ja, voor de vlog van gisteren, ik ga jullie het nog eens laten zien. Het is nu 19:06 en het staat nog maar op 17%. Dat is door mijn smallbot. Dus dan weten jullie dat mijn vlogs iets later online komen dan normaal. Maar ze staan op publicatie. Dus dan weten jullie dat. Dus, maar ik ga nu terug naar mijn schatje toe, want die wil ook mee gaan afsluiten. Yes. Ja, waarom leg je je kousen en zo hier op? Zelfs pak ik die mee naar mijn thuis. Oeps, ja, dat mag ik niet doen. Dat moet ik daar gooien, ja. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken voor het rijden en zeilen te houden. Nee, ja, het rijden en zeilen. Ik weet niet meer juist wat de juiste betekenis is. Dus dan blijven jullie op de hoogte als er een nieuwe filmpje online is. Mijn naam is nog altijd Diem de Remus. Haar naam is nog altijd Bea. En dankjewel weer om een deel uit te maken van ons leven. En kijk eens hoe schattig. Ik hou ook nog heel veel van haar. Echt waar. En dat mag iedereen weten. Niemand komt tussen ons. Hé, schat. Allee, tot morgen. Hallo mensen, we zijn nu terug onderweg naar mijn appartementje thuis. Ik ben even hier gestopt op de Carrefour-parking voor dat te kunnen opzetten. Want mijn batterij was ook bijna plat. Nu stik ik hem ook even in. Dus dat ik niet al die handelingen op de baan moet doen. Dus liefst veilig. Wat die daar bezig waren, dat weet ik ook niet. Even opletten hoe ik moet rijden. Ja, we zitten hier is eigenlijk allemaal de Brico Auto 5. Hier heb je eigenlijk van alles. Ook voor de Berlinekes te kopen. Zeg ook even waarom ik niet in beeld kom. Dus jullie hebben het gehoord. Ik moet het even zeggen waarom dat zij niet in beeld komt. Dat is dat zij even wat misselijk is. Hartpijn. En hartpijn, ja. Dus daarom dat wij ook vroeger zijn doorgegaan bij haar mama. Dus dat zij even wat... Even tussen haakjes, ze komt ook door het opjagen dat ik pijn aan mijn hart heb. Ze was ook aan het opjagen, ja. Maar nu komt alles weer al terug op zijn pootjes terecht. Het is groen. En het is groen, dus ik ga het nog even niet afzetten. Voilà. En dan gaan we gewoon richting mijn appartementje. Tot straks. Zij is er terug erbij. En dat is mijn tekening. Die is mee naar midden. Ja. Heel schoon, schat. Heel schoon. Ik heb mijn best gedaan hieraan. Dat zie je ook, hè. Ja. Mensen, laat het ook in de comments weten wat jij ervan vindt van deze tekening. Dat houdt ze ook kalm als zij ook aan het tekenen is en al. En schat. Ja. Dat verzet uw gedachten, zeg. Ja. Wow. Even kijken, Vitesse. De hoge Vitesse. Allee, tot ziens. Klaar. We gaan nu op naar pitstop nummer 2. En waar is dat, schat? Bij mijn thuis. Oké. Maar dat zijn we ook zo. Oh ja. Je moet maar even wachten. Nu stonden ze al direct al aan twee kanten. Moet ik even een spurtje doen. Voilà, zeg. En hier kom ik zaterdag ook weer al terug. Omhoog van
Ja, mensen, jullie weten het. De coronavirus. Ik ga hier dan ook weer al handgel kopen, alcoholgel. Dan komen ze hier weer al aan, want ik heb gehoord bij de kassierster, op amper een minuut tijd was het uitverkocht. Op een minuut tijd, hè. Wil je er dan twee kopen dat ik er eentje terugbetaal? Ja. Je moet denken, die kassierster heeft gezegd, ja, daar waren er in totaal 300 typicus besteld. En die typicus waren op een minuut tijd uitverkocht. Stond effectief toen, ja, dat vragen ze allemaal, zeg, wanneer komt dat binnen, blablabla, dit en dat. Ja, toen stond er in één keer 100 man voor die Carrefour Market, had ik gehoord. Oké, dan. Allemaal voor één speciaal ding. Dus de bus al te werk op uw wacht, op uw bus te wachten. Om naar u te komen, hè. Ja. Stop even. Die is al lang door dan, want ik moet hier nog een vluchtheuvel nemen, hè. Stop even! Nee, ik moet nog even afremmen voor een vluchtheuvel, dan is het al lang weer voorbij. Mijn begeleiding zei, normaal heb jij de voorrang. Mm-hmm. Maar, als, maar hij kon nergens staan, vandaar dat hij doorgeeft. Ah, oké. Toen werd dat geval dat wij voor hem stonden. Ja. Voilà, sa. Mijn schatje is terug thuis. Zeg, schatje, tot morgen, hè. Nee, dat is zo. Voilà. Merci. Dat jij bent. We zijn nu onderweg naar haar mama toe. Nee, eerst naar de winkel, dan naar mijn thuis en dan naar mama. Juist. Dus dat is de planning. Daar zit de planner. Ja, ik heb iets voor mijn zus gemaakt. Zal ik ze eens ook laten zien. En ik ben benieuwd van hoe ze gaat reageren, want ik heb daar lang aan bezig geweest aan die tekening. Het is een tekening. En ik heb dat ingekleurd, maar je gaat het ook wel zelf zien hoe ik het bedoel. Was aquaplanning, mensen, ik was tegen het sturen. Zeg maar verder. Wat was ik nu aan het zeggen? Allee, schat, weet je dat niet meer? Nee, toen dat je zo aan het uitvleien was, wist ik het niet meer, nee. Allee, vertel dan opnieuw, hè. Het is van uw zus. Ah, van de tekening was ik bezig. Ja. Dus die gaan we bij me thuis ophalen. En dan gaan we door naar mama. Maar we gaan eerst in de winkel voor zijn eten. Of ja. Eerst naar mijn thuis. Dat is voor u gemakkelijker. Eerst het eten. Maar ik ga de tekening nog aan jullie laten zien, want dan zien jullie ook van hoe mooi ik kan kleuren. Iedereen zegt dat ik heel mooi kan kleuren. Hè, schat? Ja. Maar dat doe ik ook graag. Ik word daar ook rustig van. Als ik te druk in mijn hoofd ben, dan ga ik kleuren. Dus als ik verhuisd ben bij Dimitri, dan ga ik ook veel meer kleuren. Om hem bezig te kunnen houden wanneer hij bezig is. Ja. Zo wil ik, ik heb ook vandaag een uur en 20 minuten een gaming movie opgenomen van Trackmania Nation Forever. Die zit er ook binnenkort aan te komen op mijn YouTube kanaal, maar momenteel kan ik niet na 12 uur tot de 13e van de maand niet meer uploaden. Dat komt omhoog van, ik heb deze maand heel mijn Steam gedeinstalleerd en geherinstalleerd. Voor de lags en al eruit te krijgen uit de games, waar ik dan wil gaan opnemen. En ja, daarbij ben ik een klein beetje over mijn limiet gegaan van het downloaden. Of, bij de daluren. Nee, bij de piekuren. En ja, daarbij word ik nu tijdens de piekuren op een smalband gezet. Bij deze, dan weten jullie dat ook. En bij deze ga ik jullie ook nu aankondigen dat ik heel dicht bij mijn eindbestemming al ben aangekomen. Dat is de eerste eindbestemming, is de... winkel. Voilà. En ik kom tot conclusie. Ik heb mijn envelop van mijn geld mij weer vergeten. Oh. Dus... ik hoop dat ik ook mijn bankkaart bij heb.
vallen zijn, dan zit ik met een serieus probleem en ben ik helemaal terug te rijden. Nee. Maar nee. Alleen het geheel dus voor de eerste keer. Ja. Dat is altijd andersom, maar nog niet kijken, schat, ik moet ook nog eerst kijken. Ja, maar ik wil zien hoeveel geld ik nog heb. Ah, als ik ga kijken hoeveel geld ik nog heb. Oké. En mensen, waarom dat wij ook niet naar de stoet zijn gegaan, het is echt... bakkerweer. Ja, hondsweer, ik zal het zo zeggen. En je moet denken, ik loop er daar 2 jaar erdoorheen voor de carnaval, hè. Gaan we hier even wachten? Nee, schat, rij gewoon rechtdoor. Waarom? Daar kun je toch ook parkeren? Ja, nee, hier is nergens geen plaats. Maar daar achterin heb je een voorkeur staan. Ja, maar het is slecht weer, schat. Ben ik ook rapper bij Utrecht. Dus we moeten even gewoon geduld hebben. Voilà. Kijk, kijk, kijk. Op ons gaat 10 mijn plaatje. Voilà. Wow. En daar mocht je normaal niet staan. En er staan nog niet met 4 pinkers aan. Goed bezig, mens. Je moet er niks van zeggen. Nee. Maar ja. Maar ik wat beter gezwiegen. Ah nee, toch niet. Oh, maai. Een uur en een half heb ik zitten te kijken. En ik ga je 1 ding zeggen. Het gaat echt niet door. Hier. Zie die vogel daar hangen. Daar, die gaat direct omlaag duiken. Ziet? Lol. Nee, het is echt zeer slecht weer. Dus dan ga ik ook niet bowlingen. Bowlingen. Naar de carnavalstoet. Ik ga hier nu nog even gaan eten. Dat heb ik ook op mijn Trackmania gezegd. Dus dan weten jullie ook perfect wanneer dat dit is opgenomen. Het kan zijn dat ik zelfs dan nog wel nog 1 ga opnemen voordat ik dan naar haar ouders thuis ga. Haar mama. Maar nu eerst eens eten. Ik ga haar eens even groeten. Jullie mogen mee. Hoi schat. Hey. Gaan we eten? Ik heb geen honger. Ik heb geen honger, hoe komt dat? Al van deze morgen heb je nog niet gegeten, hè? Ik weet het. Ah, oké. Okay. Ze heeft geen honger. Sorry. Dat is niet erg. Ik ga wel eten, hè? Ik ga dat wat nog eens zeggen. Ik ga nog wel eten, hè? Dat is goed. Oké. Okay. Waar ga ik dan eten, mensen? Ik hoop niet dat alles al op is. Ja. Sandwichje met choco. Dat kan ook wel even smaken. En dan misschien nog straks nog een gaming movie kunnen opnemen. De eerste fiets, zoals nu zijn toch de meeste mensen al wakker. Even kijken, hè. Kijk nog, wacht, hè. Knippen. Want die moet verplaatsen naar een andere schijf toe. Cycle TV. Game. En hier staan nog wat games. 34 GB. Delete. Jawel. Allemaal weg. Hup. Dan kan er 1 in de plaats komen. Dankjewel. En dan ga ik toch de prullenbak ook nog leegmaken. Moet ook gebeuren, hè. Ja, ik wil dat die 38 bestanden worden verwijderd. Voilà, bij deze. Zo, kijkers, ik ben nog wat gaming movies weer aan het opnemen. Deze keer opnieuw wel een paar nieuwe games voor op mijn kanaal, Psycho TV. Wat er vandaag op planning staat, gaan jullie wel zelfs wel allemaal zien. Misschien hebben het jullie ook al gezien in de Tumblr. Tumblr in mijn titelbalk. Allee. Daar zit bij je achter haar laptop. Ik zit hier achter mijn PC. Mama belt. En nu ga ik verder gamen. Tot straks, yo!